Hallo beste kijkers, dit is dus de eerste aflevering van Digbis Bedank. We hebben een mail ontvangen van mevrouw Wanders en haar dochter en ze willen geren iemand bedanken. Hoi, wat is goed? Boe, in mijn streek. Ik ben onderweg, voorzichtig af, wat los is in mijn streek. Ik ga naar zeug en ik blijf zo lang op de weg. Goedemiddag. Goedemiddag. Veel zien van Wat is Loos in Maastricht? Van het programma Digbis Bedank. En Gerda is een mail geschikt. Ja, dat klopt. Kom binnen. Dankjewel. Je zit bij mevrouw Wanders en de dochter Wilma. Ja. Wilma. Voor hebben we nu een mail ontvangen. Je wilt Geer iemand bedanken. Wilt Geer vertellen voor wat je iemand wilt bedanken? Ja, veel willen Geer Claudia Steffen en Michelle. Achternaam weet ik even, zo ga ik niet meer. Van de kapperszaak door dan. Willen we Geer bedanken. Omdat ze zo accuraat gehandeld hebben met het reanimeren van mijn mam, wie ze niet gehoord wordt bij de kapperszaak. Oké, okay, dus ik begreep. Mam wordt dus bij de kapper. Ja. En wat is toen gebeurd? Ja, ze zat onder de drugkap in. Ja, ze werd zelf nergens meer weer van. En toen zagen ze tot haar ogen begonnen weg te draaien. En dan liep er iets even uit haar mond. En toen was ze weg. En Claudia, die zag het. Die zag het gebeuren. Nou, en die hebben zo snel gehandeld. Ja, dat hebben ze me verteld, want ik was niet erbij. En die hebben direct 1 en 2 gebeld. Ze hebben op de grond gelacht. En de man wat daar was van zijn horen, deed geholpen met de polsslag vast te stellen. Claudia is beginnen met reanimeren. En toen hebben ze mij gebeld. Dus wie ik kwam, was Claudia nog een reanimeren. En Michelle die was dus met 1 en 2 dus bezig, met tellen en alles. En ja, wel heel emotioneel allemaal. En de politie kwam in, de brandweer kwam in. Daar kwam nog een vrouw met een tuutje, wat ook kost reanimeren, kwam er binnen. En toen kwam de ambulance. Dus de sting die zaak dus gans vol. Ja, dus ja, dat begrijp ik wel natuurlijk wat ik gewoon wil bedanken. Want uiteindelijk, ja, ja mam zit hij, ja. Dus ja, alles is gelukkig goed gekomen. Hè? Ja. Dus ja, dan is dat wel heel fijn om ja, hem dan te bedanken. Ja, want de week daarna, toen wordt ze 90 jaar, dus... Oké, okay, ook is hij nog pas 90 geworden. Zeker. Zeker pas 90 jaar geworden. Ik ben pas 90 geworden. Proficiat dan. Ik ben niet vandaag toch gehouden. Nee. Maar je weet niet meer wat toen gebeurde in de kantoor. Nee, dat weet ik weet niet. Weet je niet meer, nee. Maar ik heb in ieder geval wel te danken om twee dames staan, Michelle en Claudia. Ja, dat ga je ja, nog zitten en dat gaat 90 jaar zien waar gebeuren. Hè? Dus ja. En nu, ja, nu even een geheel geen anders eigenlijk. Dinne pap. Ja, nu wil ik toch even aan de kiekers ook vermelden. Is toch een hele bekende mens in Maastricht geweest. Ja. De Bromsnor, hè? Tenminste, kan ik hem nog herinneren. Ja. Nog, maar die komt zelf ook van Malberg. Ja. Ja, vertel eens even, pap. Ja, pap. Pap, ja, ja de huurde bij Maastricht. Terwijl de regeling niet van Maastricht is. Want daar kunnen we niet mee. Maar dat wist geen mens. Want dat eigenlijk alles op zijn Maastricht. Hij was heel goed bevriend met alle lui. Ondanks tot dat bij de reinigingsdienst werkte. En dan moest er bonden uitschrijven voor de rotsje wat ze meiden. Ja, en dat was toch ieder jaar altijd, zal ik nou ja, met kerstcadeautjes komen en zo. En dat was heel erg gewaardeerd wat er allemaal deed. Boete tot dat bij de politiekapel was, die groog, waar het dan bemeten, die gaat de trommelen. En dan zien ze nog met naar Amerika en alles geweest. Er was bij de reservepolitie, dus dat was heel druk, druk manneke. En er heeft ook nog tevens als zakkenroller gedeend voor de politie. Omdat dat toen een ding die het heel veel op de meer, het wordt er heel veel gepikt. En toen hadden ze een dinges gemaakt met 2 Belgische politie's. En hem in een speciaal pak zakkenroller. Dat was heel leuk voor te zien. En dat is toen gefilmd geworden en uitgezonden geworden. Dus dat was gewoon geweldig. Oké, okay, ja, ja, daar wordt een hele chique snor had. Ja. Bromsnor, nummer wat hij, ja. Zorg maar dat hij op zijn brummen krijgt, een zwarte jaar zo, de milieupolitie, en ja, dan op de scooter. Ja. Wat deed de brommer toen, hè? Brommetjes. Oké, okay, ja, dan gaan we samen gaan we dan, naar de kapsalon. De dames werden nergens vanaf, dus we konden eigenlijk verrassen. Ja, leuk. Dus, ja. Oké. Okay. We zijn aangekomen bij de kapsalon. Ik ben even wachten op mevrouw Wanders en de dochter. En dan gaan we de dames verrassen. Dus blijf kijken.
Goedemiddag samen. U bent de eigenaar. We zijn op zoek naar Claudia en Michelle. Claudia, Michelle. Goedemiddag. We zijn ook op zoek naar Claudia. Naar Claudia. Dames. Voorzien van wat is Loes in Maastricht? We hebben een nieuw item. Diekbis bedankt. En iemand wil u bedanken voor hetgeen wat je gedaan hebt. Dus ja, we gaan die lui even erbij halen. Ja, dames, dat zien de dames wat u Geren willen bedanken. Ik ga de dochter even het woord geven. Voor wat wilt Geer hun bedanken? Dat ze een geweldig werk geleverd hebben met het reanimeren van mijn man. Ja, dames, dus ja, Geer heb mevrouw gereanimeerd. Kunt Geer even vertellen wat gebeurd was? Mevrouw was niet zo groot geworden. En toen? Ja, toen zijn alle alarmbellen bij ons afgegangen en meteen gehandeld. 112 gebeld, de dochter gebeld. En bij de 112 zeggen ze gewoon precies wat ze moest doen. Dus weer hebben gehandeld daarna. Super, en door u optreden nog. Mevrouw is 90 jaar geboren, hè? Gaat later, hè? Ja, dus, en daarvoor zeggen we van Geer ze bedankt. En namens de dochter en de man is dat blumpje voor u. Dus dames, Duimke, Geer zeer bedankt. Dames, wat is Loes? Je moet Geer zeggen in mijn streek. Dames, volg. Wat is Loes in mijn streek? Bedankt voor het kijken. Dit was onze eerste aflevering van Diebes bedankt. Wilt Geer iemand bedanken? Mail dan naar ons info@watisloosinmaastricht.nl. Tot ik weet wat Loos is in Maastricht.